Kemen, al het Olympisch gevoel? Ja, zeker. Het is allemaal heel snel gaan. Een paar weken geleden wisten we nog niet dat we hier zouden zijn. Nu staan we er en ja, dat gaat heel erg snel. En het Olympisch gevoel is gewoon fantastisch. Ik ben heel blij dat, dat we er zijn. En ja, we gaan gewoon knallen. Geniet je van de Olympische Spelen, het wonen in het Olympisch dorp, het onderdeel zijn van het grootste sportfestijn ter wereld? Ja, zeker. Ja, het is heel raar. Het is mijn derde Spelen en ik ervaar het allemaal anders. En dit is toch wel heel erg spectaculair. Ik bedoel, je hebt de opening allemaal gezien. Ik was toen nog thuis en toen had ik al zoiets van wauw, oké. Dit is gewoon groot. En ja, de volunteers hier zijn super aardig. Iedereen is. Ze worden zelfs blij als ze je wat vragen dat ze je kunnen helpen. Het is allemaal heel goed geregeld. En ik vind het echt fantastisch. En ik geniet echt van elk moment. We moeten dus de 21ste pas. Dus ik ga nu wel focussen. Ik probeer gewoon 's ochtends even die focus erop met de trainingen. En dan 's middags even genieten van de spelen. Of we gaan eventjes kijken naar de andere Nederlanders. Of een beetje rondfietsen hier. Want we hebben hier allemaal fietsen. En ja, het is hier zo groot. Ik weet niet of je dat hebt gezien, het dorp. Maar ja, kom er niet in. Nee, alleen al van... Ik heb me niet gekwalificeerd. Oké, alleen al van dat stukje van ons huis hier naartoe moet ik al 5 minuten fietsen. Dus ga maar naar hoe groot zo'n Olympisch village is. Ja. Geboren in Rosmalen, opgegroeid in Curaçao, gestudeerd in Amerika, nu woonachtig in Tilburg. We kunnen je natuurlijk wel als hartstikke Brabant blijven beschouwen. Ja, ja, als ik in Nederland had gewoond, dan was het altijd in Brabant. Dus ik ben gewoon een Brabant, ja. Ha ha ha.